Koninklijke Visio. Hallo, ik ben Gerard van Rijswijk. Hallo, ik ben Marisa Bezemer en wij werken bij Koninklijke Visio. Wat leuk dat je kijkt naar dit instructiefilmpje van Xbox One. In dit filmpje gaan we je uitleggen hoe je als twee controllers, kortom als één controller gaat spelen. Dat moet je wel kunnen instellen. Denk daarbij bijvoorbeeld in een race game waarbij de een stuurt en de ander gas geeft. Dus ik ga je even laten zien hoe je bij de instellingen die Copilot inschakelt. Hiervoor heb je dus sowieso twee controllers nodig. En we gaan hem samen even laten zien hoe je dit kan doen in een game natuurlijk. Ben je klaar voor? Ga mee, kom. Om de Copilot optie te kunnen gaan gebruiken, moet je hem eerst even aanzetten bij de instellingen. Dat ga ik je nu even laten zien. Dan gaan we één omhoog naar Home. En dan gaan we naar links naar je account. En dan gaan we naartoe met A. En dan gaan we naar de instellingen. Eentje naar beneden en dan drukken we op A. De Copilot optie zit onder toegankelijkheid. Dan gaan we helemaal naar beneden met pijl naar beneden. En vervolgens moeten we naar rechts door of op A te drukken of pijl naar rechts. Dan zit die onder controller. Dan gaan we weer helemaal naar beneden en dan gaan we naartoe met A. Dan zie ik de instellingen van Copilot is de derde optie. Dan gaan we twee naar beneden en dan drukken we weer op A. En dan zal je zien dat hier onderaan Copilot inschakelen staat. Om dit te kunnen doen heb je sowieso een tweede controller nodig. Dus wij hebben een tweede controller erbij. Die moet aanstaan. Je kan zien dat die aanstaat doordat het lampje bovenin op de Xbox-knop brandt. Dus bij ons staan ze allebei aan. Dan ga ik naar beneden, naar inschakelen en dan druk ik op A. Dan zal je merken dat de andere controller ook begint te trillen. En dan zijn ze verbonden. Dan kan je nog de knoppen instellen dat bijvoorbeeld de ene persoon de ene helft van de controller bedient. De andere persoon de andere helft, maar dit kan je ook gewoon met elkaar afspreken. Dus wij hebben voor nu even niks ingesteld. We gaan het in twee games laten zien. We gaan een race game doen dat de ene stuurt en de andere die zal gas geven en remmen. En een andere game waarin de ene het poppetje beweegt en de ander gaat springen en graven. Dus Gerard die gaat samen met mij de spelletjes spelen. Ik heb de Formule 1 aangezet. En ik heb even een time trial gestart, zodat ik kan laten zien hoe wij samen gaan spelen. Dat ik aan het sturen ben en Gerard zal gaan gas geven en remmen. We hebben de rechter trigger, die zit aan de voorkant. Daarmee gaat Gerard gas geven. En de linker trigger is om te remmen. Dus ik zal moeten opletten dat ik op tijd aangeef wanneer hij moet gaan remmen of het gas los moet laten. Dus we gaan starten. Gerard, je mag op A drukken om naar de track te gaan. En nog een keer op A. En je mag gas gaan geven. En gas los. Gas. En los. Remmen. En gas. Los. Ja, geef maar weer gas. En los. En gas. Los, remmen. Ho. En gas. En gas los. Beetje remmen. En gas. Yo, heb je de banden? Dus het is nog best lastig, oh, gas los, om op tijd aan te geven wanneer iemand moet gaan remmen of wanneer iemand gas moet geven. Gas, wat je natuurlijk gewend bent, dat je zelf gas geeft als je, op het moment dat je ziet dat je weer gas kan gaan geven. Gas los. Net zoals een beetje gas, of heel even remmen, je moet wel duidelijk aangeven hoe lang iemand moet gas geven of hoe lang iemand moet remmen. Gas. Oh, gas los.
Oh, oh, door het zand. Ja, gas. Gas los. En weer gas. En gas los. En weer gas. Ik heb super Lucky Tail aangezet en ik ga het poppetje bedienen. En Gerard ga ik opdrachten geven dat hij moet springen, graven of iets moet kapot slaan, omdat Gerard het beeld niet kan zien. Dus ik ga hem eerst even uitleggen wat hij moet doen. A is de onderste knop van de vier knopjes, daar spring je mee. Dus probeer het maar eens. Dan hoor je ook soort van dat hij springt. De X-knop is om te slaan. En de voorste knop, dus dat noemen we de rechter trigger, die is om te graven. Dus ik zal het poppetje bedienen. En zal Gerard ondertussen dat ik aan het lopen ben, zal ik hem opdrachten geven dat hij nu bijvoorbeeld moet slaan. Dus met X. Graven. Maar nog even doorgraven, graven, 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 graven. En stop maar met graven. Nou, ga ik weer even een stukje verder lopen. Dus dan kan je ook horen dat ik muntjes aan het verzamelen ben. Ga ik even kijken of we ergens op kunnen springen. Spring. En spring. Spring. Oh, we kunnen niet verder, dus we gaan even terug. Spring. En sla. Oh. En sla. Spring. Spring. Graven. Graven, graven, graven. Is dan maar met graven. Springen. Nog een keer. Dus je merkt dat het best wel lastig is om die ander de opdracht te moeten geven dat die ander het niet kan zien. Omdat je normaal gesproken gewend bent om zelf natuurlijk te springen. Dus je moet wel rekening houden dat die ander even wat tijd nodig heeft om na te denken of het knopje in te drukken. Spring. En spring. Spring. En slaan. Spring. En slaan. En spring. Oh. Nog een keer. Springen. Oh. Springen. En slaan. Spring. En spring. En spring. Was leuk dat je hebt gekeken. Wil je nog andere mogelijkheden ontdekken? Bekijk dan onze andere filmpjes over de Xbox One. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergrootglas, de ondertiteling, het hoogcontrast aanpassen of eventueel de verteller. Nou, tot de volgende keer. Doei. Doei. Dag, en je hebt het weer gered tot het einde. Vond je dit nou een behulpzaam filmpje? Ga dan vooral naar de websites van Koninklijke Visio, kennisportaal.visio.org en visio.org voor meer filmpjes, instructiemateriaal en informatie. Bekijk je dit filmpje op YouTube? Vergeet dan vooral geen like te geven.